Werkgevers mogen niet zonder meer ontslaan of afvloeien. Werkgevers kunnen niet zonder meer overgaan tot het ontslaan dan wel collectief afvloeien van personeel. Rowan Noregio, onderdirecteur arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid, zegt dat de arbeidswet heel duidelijk is over de te volgen procedure indien een werkgever overgaat tot ontslag van een medewerker. Er dient eerst een ontslagvergunning aangevraagd te worden bij de ontslagcommissie. De ontslagcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbond en het ministerie van Arbeid. De aanvraag wordt getoetst als die voldoet aan de voorwaarden van afvloeiing of collectieve ontslag. Een van de voorwaarden is dat men met cijfers moet kunnen aantonen dat het ontslag te maken heeft met de teruggevallen inkomsten. Verder moet degene die ontslaat ook aangeven hoe de selectieprocedure eruit zal zien en waarom gekozen is voor een bepaalde medewerker. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.